De buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van Suriname in Indonesië, Erik Rahmat Murtabat, heeft gisteren zijn geloofsbrieven overhandigd aan president Joko Widodo van de Republiek Indonesië. Dit gebeurde tijdens een ceremonie op het presidentieel paleis in Jakarta. Suriname en Indonesië onderhouden sinds 1976 diplomatieke banden. In de huidige relatie met Indonesië zal de nadruk worden gelegd op het verder bevorderen van de samenwerking op het gebied van landbouw, mijnbouw, onderwijs, cultuur, olie en gas, handel en investeringen en capaciteitsversterking. De Interreligieuze Raad in Suriname, IRIS, spreekt zijn afschuw uit over de georganiseerde plunderingen, brandstichtingen en vandalisme die zich afgelopen vrijdag hebben voorgedaan in de binnenstad van Paramaribo. IRIS roept in het bijzonder de maatschappelijke groeperingen op om de rechtsstaat te eerbiedigen bij protesten. De raad vraagt de regering om haast te maken met de sociale maatregelen voor de armsten in de samenleving. IRIS roept alle ouders en opvoeders op dat ze hun kinderen duidelijk maken dat hetgeen zich op vrijdag heeft afgespeeld niets anders is dan anarchie en normloosheid en dat dit nooit tot oplossingen leidt.